Oosterse snijbonensalade met varkenshaas en wasabibollen. Verhit 1 eetlepel arachideolie in een koekenpan en bak 250 gram varkenshaas in 12 minuten rondom bruin en gaar. Snijd ondertussen 400 gram snijbonen in schuine stukken van 1 centimeter. Kook in 2 minuten beetgaar. Giet af en spoel onder koud stromend water. Meng met 150 gram rauwkost pittige radijsmix in een grote schaal. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster 1 eetlepel sesamzaad. Meng 2 eetlepels sojasaus, 1 eetlepel sesamolie en 2 eetlepels limoensap. En schep met het geroosterde sesamzaad door de groenten. Hak vervolgens 3 eetlepels wasabibollen grof. Snijd de varkenshaas in plakjes. Leg op de salade. En bestrooi met de wasabi. Zo maak je een Oosterse snijbonensalade met varkenshaas en wasabibollen.